Op naar de tweede wedstrijd die op het programma stond afgelopen week met de clash tussen Handbal Tongeren versus topfavoriet Seizoensbocholt. Deze laatste is de kampioen van de laatste jaren, zowel in de binnenlandcompetitie als in de nationale handbalcompetitie, waar het voor Tongeren al goed was dat ze zich konden plaatsen voor deze kruisfinale. Niets moet en alles kan en dan ben je als ploeg zelfs gevaarlijk voor de groen-witte. Bocholt kan dan nog wel naar een 7-9 gaan, maar de thuisploeg komt helemaal terug. Het staat 12-12. Tegen de verwachtingen in misschien wel, is het de thuisploeg die met een 14-13 naar de kleedkamer mag trekken. Bocholt is een team dat genoeg wisselmogelijkheden heeft en zo zou het volgens ons de pletwals in de tweede periode wel op gang laten komen. Al was dat buiten Ambiorix en Co gerekend, want zij willen van geen wijken weten. En zo gaan we naar een toch wel onwaarschijnlijke tussenscore na 6 minuten spelen in de tweede periode van een 19-16. De doelmannen spelen een hoofdrol in deze wedstrijd, waar deze van de thuisploeg bij een 21-17 doet wat van hem verwacht wordt. Het is zwoegen en zweten voor Lenders en Co, want pas 4 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd weten ze op gelijke hoogte te komen. Beide teams scoren nog 2 maal, zodat de heenwedstrijd in de kruisfinale eindigt op 26-26. Zodat het ook hier uitkijken was naar de terugwedstrijd op zaterdagavond. Is de wedstrijd amper bezig wanneer Bollaars bij een 3-1 score de fout ingaat en hem toch wel een zware rode kaart onder de neus krijgt. Een drama voor Tongeren, een zegen voor dit Bocholt. Het is in het begin bij momenten een stevige pot handbal, waar de heren voetballers uit de Champions League finale iets verderop in de avond een voorbeeld aan kunnen nemen. Nee, deze handballers zijn niet dergelijke doetjes en knallen erop los. We spelen 17 minuten, het staat 7-7. De thuisploeg kan dan voor een eerste maal een 3-puntenkloof slaan met de 12-9. De thuisploeg scoort nog 1 maal, 13-9, en zo trekken we ook meteen de kleedkamers in. Dat dit Bocholt na bekerwinst ook de titel wil binnenhalen is een open deur intrappen. En dat ze hiervoor in de tweede periode het gaspedaal helemaal zouden indrukken, wisten we ook. Het gaat verschroeiend van start, we gaan naar een 6-puntenkloof met de 18-12. Tongeren is niet meteen bij machten om in het hol van de leeuw voor de verrassing te zorgen en moet nu de ganse tweede periode achtervolgen. Het verliest met 29-21 en zo staat seizoens Achilles Bocholt volgende week zaterdag lijnrecht tegenover Doeven en Co. in de finale van de nationale handbalcompetitie. Ja, we zijn de vorige keer hebben ze ons een beetje overdonderd. Ik vond het redelijk theatraal bij sommige jongens van Tongeren. We werden hard aangepakt. Zij kregen geen bestraffingen, wij toen wel. En ik heb vandaag gezegd, jongens, thuis, mes tussen de tanden, respect voor de tegenstander. Maar als zij zo spelen, moeten wij daar ook in meegaan. En je hebt gezien vanaf de eerste minuut dat we de puntjes op de i hebben gezet. En je ziet dat we maar 21 doelpunten tegenkrijgen. Dus dat is wel echt subliem. Ouais, c'était chaud, quoi. On voyait que les deux équipes avaient beaucoup d'envie, vraiment beaucoup d'envie. Et voilà, c'est le handball, c'est comme ça. C'est dommage, je trouve que le niveau de l'arbitrage n'était pas au niveau des deux équipes. C'est un peu triste de choisir
de tels arbitres pour un match comme ça, quoi. Ja, inderdaad, inderdaad. Ging soms hard aan toe. Paar bloedende neuzen gezien en 2 minuten die gevallen zijn. Dus het was wel een stevige wedstrijd. Ja, het was, we weten, Tongeren is een ploeg die heel veel strijd leeft. En ze spelen met de middelen die ze hebben. En dat is hun volledig recht. Het was op het randje, soms misschien erover. Maar ik denk uiteindelijk zijn we blij dat we zonder blessures die wedstrijd uitkomen. En dat iedereen fit richting volgende week de finale gaat.